Vanavond is onze laatste aflevering van dit seizoen. Dankzij uw hulp zijn de voorbije maanden een groot aantal zaken opgelost of minstens verder geholpen. We blikken even terug. In onze eerste aflevering zochten we 11 relschoppers die tijdens de match Antwerp-Eupen de politie aanvielen. 10 van de 11 zijn na de uitzending herkend. Enkel de man die zich op de motorkap van een politiecombi smeet, wordt nog gezocht. In diezelfde aflevering toonden we hoe een overvaller zijn slachtoffers beschoot met een loodjespistool. De man heeft zichzelf na de uitzending gemeld bij de politie en geeft één feit toe. Hij riskeert 5 jaar cel. Deze twee mannen zitten intussen in de cel in Zweden. Ze beroofden een Antwerpse juwelier voor meer dan een 500.000 euro. Na die roof gingen ze feesten in een karaokebar. Een kijker meldde dat na onze uitzending. Hij had toevallig foto's van hen getrokken en die werden internationaal verspreid. De twee zijn intussen dus opgepakt. In Kortrijk zocht de politie de hoofdverdachte van een grote vechtpartij op straat. Twee bendes vielen elkaar aan en de gezochte man stak iemand neer met een mes. Enkele kijkers herkenden hem op de beelden. Hij staat intussen geseind. En ook de naam van deze man is intussen gekend. Hij overviel de winkel van een tankstation in Gent. Hij hield de kassiersters onder schot en roofde de kassa leeg. In Vilvoorde zochten we de dader van een gruwelijke verkrachting. Een jogster werd door hem vastgegrepen en meegenomen. Over deze zaak zijn veel tips gegeven. Enkele getuigen die de politie wilden spreken hebben zich gemeld en een mogelijke verdachte kon worden uitgesloten. Het onderzoek naar de dader gaat verder. Dankzij uw tips kon ook een man uit Antwerpen worden geïdentificeerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij een meisje van 15 jaar heeft verkracht in een container aan de Dokken. Deze man en vrouw die een buschauffeur aanvielen, werden meteen na de uitzending herkend. Ze zijn verhoord door de politie. En dit dievenkoppel blijkt ook op andere plaatsen te hebben toegeslagen. Hun identiteit is intussen gekend. De serieverkrachter, die zichzelf Rafael noemde op datingsites en zijn slachtoffers verdoofde en verkrachtte, was al gekend door de politie. Dankzij de uitzending hebben 3 nieuwe slachtoffers zich gemeld. In het onderzoek naar de gewelddadige inbraak in Bertum hebben de speurders een spoor naar de daders dankzij uw tips. En in de zaak Sophie Muilen hebben alle gezochte getuigen zich bijna meteen na de uitzending gemeld. Behalve de bewuste man met de blauwe jas. Naar hem is de politie nog altijd op zoek.